Okay, I see. Yo, what up guys? Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Vandaag gaan we verder met Far Cry 5, is het aflevering 18. En staan we nog steeds in een regio waar ik eigenlijk niet naartoe wilde gaan, maar per ongeluk toch ben. Even kijken hoor, twee van die sectengasten daar. En per ongeluk, ja, klinkt misschien een beetje dom, maar het is voornamelijk per ongeluk omdat ik deze chick achter mij, Jess Black, ze heeft eigenlijk een beetje een porno naam, vind je ook niet? Jess Black. Zij is nu mijn huurling en ze is een stealth huurling. De allereerste stealth huurling die ik heb überhaupt, want Boomer is wel een cutie. Hij kan wel stilletjes zijn en spot enemies, maar zijn aanvallen zijn niet stealth. En als we dan daadwerkelijk willen gaan spelen met een tweede huurling die ook stealth is. Trouwens, dit vind ik er even heel interessant uitzien. Dat wil ik misschien wel even gaan verkennen. Maar als we dan een tweede huurling willen die ook stealth is, dan moeten wij, met de kaart erbij, deze hebben. De Puma. Peaches. Hallo, this is Ms. Mabel. Hallo? The cult riled up little Peaches and now those cunts are gonna get their dick scratched off. If you see her, tell me. Dus daar gaan we heen. Als eerstvolgende markering. Echt een grote markering. Als eerstvolgende grote missie. Ik hoop in ieder geval dat jullie er allemaal heel erg veel zin in gaan krijgen. En zin in hebben voor mijn tweede stealth huurling. In dit gebied zit ik dus op reputatie verzet. Reputatie niveau 1. En in deze heb ik pas 75 XP. Waarschijnlijk één secte VIP of zo neergehaald. Maar we willen dus wel eerst Fates gebied ingaan in de Henbane River voordat ik verder ga met het gebied van Jacob. Laat dat duidelijk zijn. Daarnaast met het dagboek erbij heb ik verschillende prepper voorraden afgerond, zoals jullie zien. Maar je ziet dus niet degene die je nog niet hebt afgerond. En in Jacobs gebied is, als het goed is, die geruchten gaan. En dat zag ik volgens mij ook op internet voorbij komen. Zelfs een comment voorbij gekomen van een oplettende kijker, Jamila, en die zei dat er nog één prepper voorraad is in John's territory, die best wel eng is. Dat was die prepper voorraad die werd benoemd als spookhuis. Het lijkt me dus best wel vet om die prepper voorraad sowieso mee te pikken, ergens nog in de afleveringen, tussen de afleveringen door, zeg maar, ook al zijn we straks in Fates gebied. Ik ben er gewoon best wel benieuwd naar. Hetgene wat ik alleen nog even wil checken is daarboven. En misschien kunnen we dan vanaf daarboven met de wingsuit naar de nieuwe markering gaan. Al ga ik het niet helemaal redden, maar dan kunnen we misschien over het meer heen vliegen. We hebben in ieder geval echt zat te doen, man. Watch my back. Done and done. Dat is mis. Oh, wow, wow. Het zijn secte guys. Die wolf, die geeft gewoon geen fuck. Laat maar dan, Boomer. Zo apart is die wilde beesten gewoon eigenlijk voor mij werken op het moment dat Jess Black mijn huurling is. Wat hebben we hier? Ah, een voordeelpunt. Dat ligt er dus gewoon. Een Molotov cocktail, cool. Eigenlijk was het niet echt wat bijzonders. Ach, dat klinkt echt heel zielig in de background. Maar laten we het nog maar eventjes voor wat het is. Want ik ga proberen daarheen te gaan met de wingsuit. Ik wil weg uit dit gebied. En wow, dat ziet er wel cool uit, man. Dit is een soort route waarschijnlijk voor zo'n Clutch Nixon parcours. Dat zal wel dan. Let's go.
Eens even kijken. Hoe ver ik kom met de wingsuit. Zo, toch wel sick ver gekomen hoor, in één keer. Ik ben ook benieuwd hoe mooi de wingsuit werkt op het moment dat je bijvoorbeeld vanaf dat standbeeld afspringt bij Angel's Peak. Zou heel erg sick zijn. Ik weet niet in wat voor natuurgebied ik ben. Ik probeer zo min mogelijk te fast travelen. Dat haalt de lol er wel een beetje af. Want het spel is zo groot dat het ook mooi is om het natuurlijk gewoon in kaart te brengen. Hé, hey, wat hebben we daar? Nice. Dat beest hebben we nog niet eerder opgejaagd namelijk. Dus die huiden komen goed van pas. Zie je, het zijn gaffelbokken. Meteen een uitdaging voltooid. Hier recht voor me kan ik een jetski pakken. Ga ik ook zeker doen. Want met die jetski ga ik weer naar de andere kant van het meer varen. Om steeds dichter naar Peaches te gaan. De Stealth Puma. Wat pittig vet worden. Zijn dit sectengasten? Ja man, zijn sectengasten. Sicko Licko. Nog een gaffelbok. En als we deze villen hebben, nog een gaffelbok. Ze zijn lekker aan het jagen ook. Hoppa. Deze dude is super mooi gekilled ook. In samenwerking. Thanks. In samenwerking met haar natuurlijk, met Jess. Zij schoot de een, ik de ander. Allebei met pijl en boog. Super mooi wapen. Huis van Loreska. Nou, heeft ze ook een bijzondere quest? Volgens mij niet. Eli's the only one around here standing up for us. Right now it's him and his handful of whitetails against Jacob's entire army. Yo, gaat het goed? Jacob scares the heck out of me. Hello, young man. Sup? We've lost so many people to Jacob and his men. They've taken some of them up to the old radar station. I think they're planning on killing them. You gotta go up there. Save as many as you can. Oké, ze geeft ons info over een secte buitenpost. Kan ik wat doen met jou? Ain't nowhere to hide. Those judges smell fear from miles away. We're dead in the water. I never leave the house without a pocket full of shotgun shells. Ik pak hier alleen maar voordeelpunten op, jongens. Lol, dat was niet de bedoeling. Maar dat gebeurt zo snel. Dat gebeurt eigenlijk bijna automatisch. Op het moment dat je namelijk alles met vierkantje doet in een game, zoals dit hè. Je eyed met vierkantje, je reload met vierkantje, je pakt loot met een vierkantje. Je pakt een wapen op met vierkantje, je doet bijna alles met vierkantje. Je gaat op een jetski met vierkantje. Alles. You coming, Jess? Jess not coming? Nope, nou dan gaan we er lekker zelf heen. Het is af en toe net GTA 5, maar dan is deze game nu nog wat mooier.
Ja, deze game is gewoon nog mooier dan GTA 5. Dus wat gaat GTA 6 doen? En als ik dit zo zie, dan kan ik ook echt niet wachten op Red Dead Redemption 2. Man. Wat hebben we hier trouwens? Dat dacht ik al. Er is hier weer iets. Oh, ik hoor een muziekje in de background. What the fuck? Weer een voordeelpunt. Je pakt zoveel voordeelpunten op in dit specifieke gebied. In het oude gedeelte bij John, daar pakte je alleen maar skillboeken op. Nee, niet skillboeken. Forelboeken. Vislocaties, dat soort dingen. Kijk jongens, dit viel me op. En als je dit vindt, dan weet je 100% zeker dat er iets in de buurt is. Zo'n whiskyvat is er dan in de buurt. Dus laten we kijken. Jess is er ook gewoon op miraculeuze wijze. Weer heel veel bliss. Oké, zie je, hier is het. Altijd... Hoor ik allemaal, het is doodeng. Trip hem ziek hard. Crazy man. Maar altijd bij zo'n boei, dan kan je dus zo'n whiskyvat vinden. Maar je hebt altijd daar bliss onder water, waardoor je een soort van begint te trippen. Maar het zou pas doodeng zijn als er ook daadwerkelijk hallucinaties onder water zijn, man. Dat zou apart zijn. In ieder geval, ik moet even kijken in hoeverre er een rivier loopt naar haar. Hallo? Ja, wel degelijk. Er loopt hier helemaal een riviertje heen. Dan gaan we de jetski gebruiken. Kom je nu wel achterop, Jess? Ja. Verder dan dit ga ik niet komen. Maar was alsnog best cool. We switchen samen over naar... onze boog. Lekker stealth. Ik bevind me nu dus, als het goed is... Nou, ik bevind me nu in Fates gebied. In Fates gebied heb je dus al die kruisen en al die bliss. Oké, dan weet ik dat ook. Dat is dan duidelijk. Dat vind je dus niet in een John gebied of een Jacob gebied. Vind je voornamelijk in Fates gebied. Al die bliss. En weet je waardoor dat voornamelijk komt? Kijk. Deze blisstonnen. Die worden hier gedumpt. En worden dan automatisch meteen. In de rivier gedumpt. Lukt het om jou die. Nee, rijdende, dat kan ze niet echt. Waarom wordt het hier allemaal gedumpt? Oké, pijlen werkt niet. Pijlen terughalen werken. Kogels. Wel degelijk. De bliss moet vernietigd worden, man. What the hell?
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hit hem met pijlen. Nice. Bertje Bibber 3. Wat een naampie, Bertje Bibber. Oh, wat een heerlijk avontuur in zo'n grote open wereld game als deze. Wat fantastisch, guys. Hoe de fuck ga ik ooit hierboven trouwens komen? Bovenaan de waterval. Ik zie dat dit een eendje is. Of is het niet een eend? Het is een stinkdier. It's a skunk. De allereerste trouwens. En het probleem is, die arme beesten kunnen er ook niks aan doen. Dat al het water besmet is met bliss. Ik bedoel, dus die beesten... Wow. Would you die for me? I didn't want to die for anyone. But then he explained you take a leap of faith when you don't have the answers. You put your... Continu komt ze me een boodschap te vertellen. Als je te dichtbij komt of haar raakt met een kogel of een pijl, dan spant ze weg. Maar ze kon me continu iets vertellen. Een beetje eng. Gewoon in die hallucinatie, man. Dus voor de mensen die vergeten waren wat nou officieel mijn hoofddoel was van deze part. Het is de Stealthy Puma Peaches vrijspelen. En dan heb ik dus twee huurlingen die allebei zo stelt zijn als het maar kan. Dat lijkt me echt fantastisch. Heb je bijna Far Cry Primal-achtige praktijken. Met gewoon een puma die voor je speelt. Oh. Otver. Nice. En als je dan kijkt wat je uiteindelijk hebt beklommen, dan denk je echt... Zo, pittig nice. Wat een wereld hebben ze neergezet, hè. Het is echt de mooiste, grootste, meest gedetailleerde en meest uitgebreide Far Cry tot nu toe. Een hele mooie combo van aspecten, kan ik je vertellen. Are you Italian? Just what I need. My jewelry to go missing now, too. Never mind. I don't care what you are. I need help. Those miserable shits raided my place trying to kill my Peaches. Now she's raced off for her revenge. If I know Peaches, she's gone off to chow down on those hippies. She's probably lounging at the nearby campsite. It smells like armpits and processed meat down there. So those Eden Project losers can't be far away. Go on and find her now. Be sure to take her treats with you. She's just like that little drubbing whore at the marina. She'll follow you anywhere if you give her a treat. Now go get my kitty back. It's net als die slet. Kom poes heet het ook. Pak de speciale koekjes voor Peaches. Dit wordt een fantastische aflevering met een vette quest om deze huurling vrij te spelen. Daarnaast weet ik dat er ook een trophy in zit. Met laat volgen, dus daar moeten we even nu naar kijken. Kijk. Dit is hem, jongens. Het is dus blijkbaar quest gerelateerd. Lok Peaches naar huis met aas. Maar ja, er staat aas. Bedoelen ze dan de speciale cookies? Want als het dit aas is... Kijk, een lokaas. Dan is het wel degelijk een andere manier om dezelfde quest te doen. Kunnen we hier naar binnen? Jazeker, ze heeft vast wel wat spulletjes staan. Sowieso een eend opgezet. Zo vet veel vlees is aan het verwerken. Oké, een bio-doosie, dat zit vol. Ik probeer hier gewoon zo goed mogelijk rond te kijken, want... ja, zeker tegenwoordig zijn er verschillende... collectible items. We kunnen aanstekers uit Vietnam kunnen... Wat mooi is het hier trouwens. Nou ja, mooi. Het is wel een beetje druk, daar niets van. Maar je ziet overduidelijk waar ze in geïnteresseerd is. We kunnen aanstekers uit Vietnam verzamelen. We kunnen magazines verzamelen. Dus het is wel belangrijk dat we... goed kijken.
Hi, Mabel. It's finally happened. Noodle passed away last night in his sleep. I can't imagine my house without seeing that big dumb baby lazing around the place. If you could, I'd like to keep Noodle around. I can send you his favorite climbing post you can pose him on. And I don't use my mouth. And maybe I can put a mouse in his mouth. It's his favorite snack. Bereik het nabijgelegen kamp om Peaches te vinden. Hij is ook niet heel ver, dus dat komt goed uit. En dit is natuurlijk gewoon een fast travel punt geworden. Wow, er staat wel gewoon een auto met sectensymbool voor de deur. Dat is ook niet echt slim, mevrouw. Mevrouw Mabels. Gaat het lukken, Jess? Want dit ben ik van plan. Oh, precies, die zon ging achter de bergen en je zag gewoon die donkerte invallen. Perfect. Super cool gedaan. Vet, ik pakte net wat extra air. Gaat het onweren? Holy fuck. Wow. Dit weertype heb ik nooit eerder gezien. Pittig wat bier. Ze zijn beter voorbereid dan mij. Ik heb geen bier meer in huis. Ja joh, Jess. Heb jij lekker die auto van Mabels gepakt? Goed bezig, pik. Ik zie hier een aansteker, maar dit zal vast geen aansteker uit Vietnam zijn, anders had de game het wel gezegd. Waar is Peaches zelf? Ik hoorde wel, maar ik zie er niet. Neem de koekjes. Wow, hij ging in de fik? Hij zette wat in de fik ofzo. Heel apart. Neem de koekjes voor Peach. Vanuit de wapencirkel. Alright, ik snap het al. Peach's beloning. Oké, okay, nice. Alles zit in de fik. Waar ben je, Peach? Best een pokkeind. Ik wil Peaches zien. Alles brandt hier ook af voor de rest. Ik hoop niet dat dit het werk van Peaches is. Dat zij dit hele spoor van vernieling heeft achtergelaten. Kijk, nou eet ze het voedsel. Voedsel, dat kwam er lekker uit. Hij heeft ook een halsbandje om. Hij is zo cute. Hij maakt echt geluiden, joh.
Nou, lekkere snipers zijn hun. Hij is gek. Zo, dat beest chased echt tegen dat fucking ding aan. Hier. Okay, Far Cry arcade posertje. Well, there's my Peaches, gracing us with her presence. I'll be honest. I figured I'd never see you again. Thought you were a little dim in the headlights, but you proved me wrong. Ah, hell. Why don't you just keep the damn cat? I've enjoyed not having to deal with her incessant needs for food and water and attention the last few days. All right, off you go. We're done here. Jeetje, Mabel's is een oude zaggerijn, hè? Mabel's echt een oude zaggerijn, want die kat is zo awesome. Hoe kan je dit ding nou wegdoen? Je houdt toch ook van een beest? Aanlokkelijk is binnen, hoor, jongens. Helemaal toppie. Prachtig beest ook. Jezus. I see you searching. Hoor. Lost. When I was younger, I spent years searching. I was a rat in a maze, always chasing the same wedge of rancid cheese. The father was the first person who helped me realize there was a world beyond the maze. A world that doesn't take, doesn't devour. It's a world that gives, that loves. It's a world that welcomes you with open arms. I'm not searching anymore. I'm here to share his word. Come see the world beyond the maze. Come back to see old Mabel, huh? Ik kom helemaal niet terug voor jou, oude zaggerijn. Je bent gezegend. Ze sprak tegen me. Fucking eng. But why? Als we in dit gebied uitzoomen, wat zegt de game? Ik ben niveau 1. De gevangenis van Hope County wordt aangevallen. Help de burgemeester Virgil Minkler en zijn groep Cougars. Dat komt wel goed uit met het beest wat ik op zak heb. Fate gebruikt de druk Bliss om blinde toewijding aan de vader te creëren. Wie tegenwerkt, verandert in een angel. Heel erg eng. Ik ben nou benieuwd of er ook, misschien is dat gewoon een beetje een ranzig idee van mij hoor, zou kunnen. Maar of er nou ook echt gewoon een soort rare soort seksuele ideologieën aan de hand zijn binnen deze secte. Dus dat Joseph gewoon, snap je, met Fate en
Want sectes zijn altijd zo creepy. Niet alleen op dat psychologische niveau wat hun altijd aan het doen zijn, maar ook gewoon op seksueel gebied. Het is altijd echt disgusting. This is Virgil Minkler speaking. Anyone looking for refuge, come to the Hope County Jail. We have beds and food here. Oké. Hoor je dat? Er wordt dus een oproep gedaan. Tenminste, er is een oproep gedaan. Ik weet niet wat dit is. Ook wel leuk om te doen. Ik denk dat we sowieso een beetje vanuit dit gebied aan de slag moeten gaan. Dus een fast travel naar dit punt. De graanlift. En dan secte outpost en deze prepper voorraad. En dan de aflevering afsluiten. Lijkt me toch wel een goeie. Eventjes die volgen we. Hierop gaat een handmatige markering. En hier naartoe fast travelen. What the hell is going on? Zo, die zijn met een partijtje goed bezig, joh. Oh, ik kan deze area nog wel herinneren, man. Dit is waar we de Widowmaker hebben weggenomen. En blijkbaar daar helemaal bovenaan is deze guy. Dat is daar allemaal verzet, hoop ik. Ja, dat is verzet. Top, want dit gebied is toch wel echt in handen van het verzet. Dus dat is wel nice. Kijk hoe mooi dit beest loopt, joh. Echt fucking prachtig. Maar goed, ik ga dus naar de secte outpost. Dit zal de allereerste outpost zijn. Hoppa, die we in tijden weer echt compleet stelt kunnen overnemen. Dus dan stelt op het niveau van ook echt de ongezien bonus, zeg maar. Oké, ik wil eventjes zien wat hij doet. En het is een stealth kill. Awesome, je bent bevrijd. Dude, je bent bevrijd. I always wondered where all these flowers came from. I heard stories that the cult first discovered them in what's left of the old summer camp. The old summer camp, okay. They're gonna have to up their game if they want to play with us. Maar goed, als we deze outpost dan overnemen, dan zal Fate in haar gebied natuurlijk ook al meteen boos worden dat we haar gebied overnemen. Kijk, al die bloemen. En allemaal vlinders ook. Ik wil hier wel stealth zijn, maar dit zijn bloemen waarin we beter niet stealth kunnen zijn, kan ik je vertellen. Maar het punt is, ik wil naar dat reclamebord. Even kijken, daar. Dus ik ga er wel doorheen. Oh jee, oh jee, oh jee. Hoe lang je in die bloemen staat, des te raarder je gaat gedragen. Je begint compleet te trippen en gaat Fate zien en shit. Heel eng dat ze daar gebruik van maken. Kijk, dit wilde ik hebben. Info over het gebied. Daar is een alarm. Het is heel erg kut dat ik precies dat alarmsysteem niet kan zien op deze afstand. Op hoop van zegen, jongens, op hoop van zegen. Already dead. Move it.
were in debt. Watch that cougar! Heading out! Let's do this! Onopgemerkt. Awesome, precies zoals ik wilde. Ja, brandstof in handen van het verzet is natuurlijk heel erg goed. Dat is iets wat ze echt schade doet. Ik ben benieuwd of Fate nog tegen me gaat praten. Maar wat vet hè jongens, met twee stealth gasten. The cult of fucking narcos. They cultivate their flowers, process them, then cook it all into the bliss. That old brewery is the final step. Taking that place out will cripple them. Ik krijg allemaal info over sectenlocaties. Is natuurlijk perfect. Ik wil eventjes dit slot kraken. Sowieso is mijn outpost nu, dus laat het slot maar gewoon kraken om te kijken wat zich erachter bevindt. Ah, pittig wat doekoes. Dankjewel. Helaas nog steeds geen aansteker uit Vietnam. We hadden hier 250 uit en dan wil ik dus zelfs mijn Magnum, hoe goed die ook is. Ah, eindelijk. Zilverstaven. 40 zilverstaven. Cool. Ja, hoe goed mijn revolver ook is, hij is niet stealth. En ik ben wel echt een stealth guy, man. En als de hel dan losbreekt, kan je uiteindelijk alsnog met een stealth pistol heel erg rap in actie gaan. Dus ik wil eigenlijk een M1911, een custom M1911 met een coole skin. Wil ik even een silencer opzetten en daarmee gaan spelen. Maar Fate's gebied staat dus helemaal in het teken van bliss. Bliss, bliss, bliss. Allemaal drugs. Daarmee brainwashed ze alle onschuldige mensen, zodat ze uiteindelijk alsnog voor de vader gaan werken. Ik zal het even goed lezen, jongens. Het pad naar Eden is alleen voor gelovigen. Luister met onze priesteres bij deze tempel naar het woord van Joseph. Samen zullen we terugkeren naar het paradijs. Dat zijn dus de secte-eigendommen in Fate's gebied. Lorna, honey, if you got any of that lotto money laying around, good work getting rid of the cultists. You got time for a quick job? You gotta run. We gotta take back what's ours. Man, this is the most awesome game I've ever played. I need a driver. Those Peggy bastards stole all our gas. They drained these here reservoirs and filled their tankers. So I need you to steal one and bring it back here. Just got word that there's one parked at the old diner down the road. If we're gonna rebuild, we gotta reopen these pumps. We'll keep the truck stop safe. You bring back that sweet, sweet gas. Bij tanken. Optionele missie ook opgepakt. Zo hebben we hier bijna alles opgepakt en gedaan. EHBO-doos die niet nodig had. Dus ik ga eventjes voor die stealth gun. Waar ik het dus over had. Ik ga ook meteen mijn buit verkopen, jongens. Heb ik nog meer geld. Kijk eens even. 26.855 in totaal. Nou, daar kan ik wel een mooi wapentje mee halen. Deze is wel heel cool, maar deze is nog vetter. Kijk even, de 1911 Toaster. Heel tof. En er gaat een demper op, of course. Zo'n vierkante is wel mooier op dit... Zie je? Het is gewoon puur stijl. Nou snap ik waarom er twee dempers in zitten. En ik heb dus één verkeerde stijlkeuze gemaakt al ergens een tijdje terug. Maar goed, care. En dan kan ik ook nog een beetje kleding halen. Misschien een outfit...
Een beetje aanpassen. Dit is hoe ik er nu uitzie al die tijd. En dat is eigenlijk best wel badass, right? Ik vind het eigenlijk wel heel dope. Ik zit er ook niet echt over na te denken om iets nieuws te gaan doen. Want het is allemaal al zo vet. Deze heb ik in ieder geval vrijgespeeld. Deze heb ik in de tussentijd vrijgespeeld. Logo op het shirt vind ik wel awesome. Lijkt op mijn tattoo. En deze heb ik uit. Ja, weet je, het is allemaal een beetje kut. Een bovenlichaam kan je helemaal op deze eigen wijze customizen. Maar als je ziet wat ik al draag. Deze heb ik dan ook wel vrijgespeeld. Ja, allemaal meh. Ja, ik vind het gewoon eigenlijk wel heel vet hoe ik eruit zie. Het is gewoon typisch een Far Cry character hoe ik hem vet vind eigenlijk. En zo heb ik dan mijn stealth loadout of the day. Dus dat betekent deze sniper. Deze MP5. Deze boog. En deze M1911. Fucking fantastisch. Jullie zien mijn markering daar. Daar ga ik mijn aflevering eindigen met prepper voorraad. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Gun it. Hey. Of het een interessante prepper voorraad gaat worden. We zullen het zien. De eerste die ik overigens doe in Fates gebied. Dit was ook de eerste secte buitenpost die ik doe in Fates gebied. En ze hebben me nog niet toegesproken. Not today. Hier. Alles is altijd maar vol, joh. Ik kan er geen shizzle van maken. Sterke drank. Ah, op die manier kan je sterke... I get it. En daarmee maak je weer molotovs. Ja, dat is mis. Je hoeft er niet meer op te schieten. Het komt goed. I'm moving. Hey. Live horror show. Haunted. Dit is de prepper voorraad, man. We horen al die beesten ook. Het was een soort attractie. Wat cool, dit is precies degene waar ik over sprak, man. Volgens mij de vorige part, of deze part nog, ik weet het niet. Time flies wanneer je bezig bent, dus ik weet niet wanneer ik het besprak, maar ik had het over een prepper voorraad die eng zou moeten zijn in een spookhuis. Nou, ziet het er wel uit als een attractiespookhuis, dus kan het nooit echt eng zijn. Het staat aan de buitenkant, haunted is shit. Ik weet dus niet zeker ook welke het is. Maar ik weet wel dat het... een tijdje terug op mijn kaart is gekomen. En dat ik er toen wel benieuwd naar raakte. Dus we gaan het gewoon zien of het interessant is of niet. Briefje van O'Hara. Ik heb genoten van de show waarbij iedereen elkaar afmaakte. Ik heb boven in de schuur wat speeltjes achtergelaten voor wie dapper genoeg is om mijn spookhuis te betreden. Spookhuis van de O'Hara's. Ja man, dit is degene wie ik bedoelde toen ik hem binnenkreeg. Ik ben heel erg benieuwd, we gaan zien of het dope is. Het kan doodeng zijn, het kan lomp zijn, maar we gaan het zien. Nice clean headshot, it's pretty sweet. Arrow right through the eye, dead before they even hit the ground. Sometimes I'm stuck. Hoe ga ik er komen?
super vet dat dit dus een magazine was met betrekking tot de zombie expansion. Dus we hebben Mars, Vietnam en zombies. Oké. Maar besef dat dit een lijk is. Dit is een lijk, dus het is nog eng ook. Als het echt allemaal lijken zijn, dan vind ik het echt eng hoor. Oh, referentie naar de expansion. Zo, wat vet gedaan. What the fuck? Shit. Wat was er uiteindelijk... Wow, what the fuck? Wat als er uiteindelijk echt een levend iets zit aan het eind? Haha. Spookhuis van de O'Hara's. Wat super vet gedaan. Een prepperschat. Phone is ringing. Oké. Wat staat hier? Clownsgedachte. Je hebt angst voor God, je moet bang zijn voor de duivel. Je moet hem vrezen. Je neemt van jonge personen hun lichaam en geest. Je gebruikt hun lege lichamen om meer jonge mensen te vinden wier lichamen je kunt stelen. Nee. Je zult wensen dat je geest uit je lichaam was gehaald, want als HET klaar is met je lichaam, zal het je niet meer willen. Wat? Het werd ook gefilmd? De praktijken hier werden gefilmd? Wacht eens even, het begint nu een echt spookhuis te worden. Ik krijg bijna kippenvel. De ballon van IT? Clownsgedachte, de ballon van IT. Wow, opeens begint het creepy te worden. Heel erg frappant. Deze referentie naar The Ring. Ah, what the fuck. Sa. Kinda creepy. Het is een mysterieus schuurtje hier. Even serieus, de O'Hara's. Guys, ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was de eerste shit die ik heb gedaan in Fates gebied. Het is tot nu toe echt fantastisch. Ik geniet echt zwaar hard van dit spel. Het is aflevering 18, maar ik kan echt alleen maar hopen dat dit rond de 100 afleveringen duurt met alle DLC's erbij. Dit is echt fucking vet.
Thanks voor alle support tot op heden. En tot de volgende aflevering van deze geweldige serie, guys. Peace.